Hallo kijkers van Dutch Gamers Daily. Hier ben ik weer met Skyblock. Sorry dat het de afgelopen tijd te lang heeft geduurd voordat ik weer een video heb ging loaden. Maar dat heeft zo'n zijn reden. De GTA 5 is uitgekomen, ik heb het zitten no-liven. En ja, niet echt gedacht aan, hey, ik moet nog uploaden. Dus vandaar dat het zo lang heeft geduurd. Ja, ik ben heel erg veel bezig met GTA op het moment. Ik heb ik heb hem dinsdag gehaald. En ik heb elke dag nog gespeeld. Ja goed, moet je dan mee. Maar goed, ik ga verder met Skyblock. We waren gebleven, we hadden dat eilandje waren we mee bezig. Hier gingen we de cobblestone generator maken. Ik heb alleen nog niet genoeg cobblestone om het zelf te maken. Dus dat moet nog wel even gebeuren. Dus ik ga even weer cobblestone minen. En ja, ik ben weer bij jullie terug als ik genoeg cobblestone heb. Dus, oftewel, we gaan weer fast forward. Zo, dit moet wel even genoeg zijn. Ik heb 40 cobblestone weer gehakt. We moeten hier alleen eigenlijk de cobblestone generator maken. En that's it. Dus dat is op zich niet zoveel werk. Mijn vraag was ook aan jullie van... voor degene die GTA hebben. Wat vinden jullie nou van GTA 5? Ik zelf vind het echt een tof spel. Ik heb er al aardig wat gameplay uurtjes in zitten. Ik vind het echt gewoon echt een superspel. Het beste wat GTA ooit heeft gemaakt. Laat ik het daarop houden. Ik heb in mijn garage heb ik een Bugatti en een Rolls Royce neergezet. Echt twee superwagens. Nou, ik ben echt heel erg tevreden over het spel. Zo. En dan gaan we nog even wat meer slaps maken, want we moeten dat dak ook nog afkrijgen. Dan is de cobblestone alweer bijna op. Zo. Ik weet niet eens of ik het wel ga halen, ik denk het wel. Zo, en hier nog. Nee, ik ga het niet eens halen. Nou, godsamme. Heb ik niet nog een cobblestone in mijn chest zitten, heel toevallig? Nee, dan moet ik nog even wat bijhakken. Nou, dit doe ik wel even gewoon op terwijl ik aan het praten ben. Want anders moet ik twee keer gaan fast forward in de video en dat is ook natuurlijk niet leuk. Eentje extra. Zo. Zo. 18 slaps. Nou moet het wel klaar zijn. Er komen twee zombies op af. Even snel afmaken. Die is verkeerd geplaatst. Die moet ik zo even weghalen. Oh, jullie staan daar vast. Ik ga niet lachen. Doei! Doei! Hier gewoon twee zombies erop flikken. Goed, heel even het laatste lijntje. Zo. En dan moeten we even... de bucket op gaan halen. En eventjes ik begin wel even met water. Zo.
En dan gaat het water gaan. Even kijken, 1, 2, 3, 4. Ja, dan gaat het water hier zo. En, oh wacht, dan moet ik hem nog wel aanpassen. Die pakken. Zo, dat staat beter. En dan even zo. Het water moet hier naar beneden gaan. Dus zo. En dan moet hier de lava. Oh, dan heb ik weer hetzelfde probleem. Zo. Oh. Kan ik beter deze even weghalen. En die daar neerzetten. Hey, plantjes een stukje. De lava moet ik hebben. Zo. Die moet zo meteen nog een keer gaan groeien. En hopsakee. Dat is goed, dan zou het nou moeten werken. En dan is deze zo weg. Ja. Oké, mooi. Hier heb ik dan dus mijn kleine stukje om cobblestone te gaan hakken. Het bevriest niet, want er zit een dakje op. Eigenlijk moet ik even ook een plekje gaan maken waar ik zeppelins kan laten gooien, want nou is hier een beetje de enige plek. Zo, er staan er veel skeletons in. Wow. En wat ik hier ook ga doen is denk ik even een chest neerzetten. Aangezien je dan daar je pickaxes in kan doen. Zo, dat kan allemaal hier weer in. En dan deze meenemen. En die gaat dan hier zo. Mooi. Eigenlijk moet ik eventjes daarheen gaan. En eventjes die monsters killen als het lukt. Ik heb mijn zwaardje. Even kijken. Gaat het lukken, denk ik. 3. Oh, fuck. Ja, we gaan een goede gok maken. Oké, okay, ze vielen er dus gewoon vanaf. De meeste. Dat is niet handig. Dus nu heb ik nog geen boog of iets. Oké. Okay. Sorry voor dat hoest elke keer. Ik ben een beetje verkouden. Dus even kijken hoor. Ik heb ook helemaal geen licht in huis. Gaat het ding nog een keer groeien? Ik zou genoeg ruimte moeten hebben. Dit moet ik ook nog even opvullen. Maar ik hou het even bij een korte aflevering, mensen. Voor de volgende aflevering. Ik wil graag dat jullie in de reacties iets achterlaten van wat ik kan maken. Of wat ik kan doen op Skyblock. Of wat jullie een leuk idee vinden zelf. Ja, dat zou ik wel leuk vinden. En ja, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Later.